Hoe kan een bunzing de natuur in de Antwerpse rand redden? Het antwoord vind je als je goed kijkt naar de manier hoe wilde dieren bewegen, in en tussen hun leefgebieden. In het Plan Bunzing van Groenrand richten we ons concreet op de Antwerpse stadsrand. De typische soorten zijn hier bunzing, hazelworm, egel en eekhoorn. Het plan geeft een antwoord op heel wat vragen. Zoals waar leven ze? Waar loopt hun leven gevaar? Bijvoorbeeld het gevaar om te worden doodgereden. Hoe kunnen we hun leefgebieden met elkaar verbinden? Welke andere dieren kunnen ervan profiteren? Wat kan de overheid doen? Wat kan ik zelf doen? Mensen die een bunzing bij natuurpunt rapporteren, vinden hem vaker dood langs de weg dan ergens levend. En toch heeft de bunzing een hoofdrol in ons plan. Een plan om onze versnipperde natuur beter aan elkaar te rijgen. Met voordelen voor heel wat andere dieren en voor de mens. De voorkeur van de bunzing voor wat nattere, gevarieerde biotopen kunnen we op een kaart aanduiden. We zien dan dat ze in de hele regio voorkomen, maar ze blijven zeldzaam. Op die kaart zien we trouwens ook dat hoe dichter bij de stad. Hoe meer hun leefgebied versnipperd geraakt. Daar zou je eigenlijk nieuwe stukjes natuur moeten creëren om hun leefgebied terug verbonden te krijgen. Op papier lijkt het heel simpel om die lijnen te trekken, maar hoe doe je dat nu in de praktijk? Ik denk dat de ontwerpers van dat plan eigenlijk geluk hebben, dat hun timing perfect is. Het is echt wel het ideale moment om nu met deze ideeën af te komen. En de praktijk bewijst het.